duurzaamheid is voor ons heel belangrijk, omdat we ook heel actief met onze leden werken rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. En zo kwamen we bij een aantal circulaire oplossingen, zoals het hergebruiken van meubilair, de natuurlijke oplossingen ook, zoals het hergebruiken van regenwater, de natuurlijke koeling die we gebruiken, de zonne-energie. Maar dan kwamen we ook bij vernieuwende concepten, zoals het hergebruiken van tapijt en circle lighting. Wel, wij vinden het wel belangrijk dat Cinify eigenaar blijft van het hele lichtsysteem, waardoor wij maximaal kunnen genieten van het lichtcomfort dat wij nodig hebben. Dat zij ook na de contractperiode eigenaar blijven, waardoor ze ook het hergebruik van verlichting kunnen meegaranderen. Duurzaamheid was bij de opstart van het project een heel belangrijk item voor de VVSG. We hebben daarvoor het anders werken geïntroduceerd, waardoor we de oppervlakte van kantoren beperkt en zodoende ook de CO2-uitstoot. Maar voor ons gaat dat niet ver genoeg. Het is niet alleen energiezuinig bouwen, maar het is ook circulair bouwen. Wij zijn als architecten enorm trots en enorm blij met deze realisatie en circulair lighting hebben toegevoegd in dit project. Het is heel belangrijk dat alle partijen samenwerken in zo'n project en kijken welke principes van circulaire economie dan ook toepasbaar zijn en welke technologieën daarbij dan helpen. En in dit geval hebben we een heel mooie ontmoetingsplek kunnen creëren die dan een winsituatie brengt voor de klant, voor de bezoeker en voor het milieu. Wel, eigenlijk zijn we wel heel enthousiast en tevreden. Ik denk niet alleen wij als opdrachtgever, ook de medewerkers zijn tevreden. En wij hopen ook de andere lokale besturen mee te inspireren om dergelijke innovatieve projecten ook mee aan te gaan.